Vandaag wil ik graag laten zien hoe de vlinder in elkaar gezet gaat worden. Voor het lijfje en de binnenkant van de vleugels zijn 59 stukjes nodig. En voor het randje eromheen zijn 69 stukjes nodig. We gaan beginnen met het lijfje. Pak een stukje. We doen met één puntje. Doe je hem erin. Dus één puntje erin, één aan de rechterkant erbuiten. En dit doe je nog een keer. Dus een puntje, één puntje, steek je erin. Dit doen we ook aan de andere kant. Dus één puntje aan de rechterkant er alleen in. En dat doe je nog een keer. Dan doe je twee stukjes recht op elkaar. Pak je een stukje, dan met één puntje ga je erin. Dus deze twee blijf je eruit. En bij deze doe je aan de andere kant erin. Dan blijf je die puntjes er ook uit. Deze die doe je er bovenop. Ook in het binnenste vakje. En bij deze precies hetzelfde. En dan deze twee, die gaan ook in de middelste en de binnenste vakjes. En dit is dan wat uiteindelijk het lijfje gaat worden. We gaan beginnen met de bovenste vleugels. Dus je pakt een stukje en dan ga je ook weer puntjes met één vakje erop zetten. Dus dat deze vrij blijft. En dan zet je in totaal 6 stukjes. 3. Dan leg je aan deze kant, waar de losse flapjes zitten, dan leg je er eentje plat erop. En met het andere kleurtje waar je mee werkt, schuif je, dus het buitenste puntje laat je vrij. En dan op de volgende, dus twee puntjes, schuif je er een op. En dan ga je een totaal rij van 6 maken. Dus nou iedere keer op een blauw puntje en op een paars puntje. Nou ja, net de kleuren die je gebruikt. Achterste in de paarse. En dan gaan we hier weer verder, weer met een paarse, maar weer met één puntje. En dan maak je daar weer met een andere kleur een rij van 6 bovenop. Er zit nu misschien nog wat los aan de onderkant, maar dat komt vanzelf goed. En dan laat je hier dit puntje vrij. Dan gaan we aan deze kant weer beginnen met een paarse, weer met één puntje. Dan gaan we hem dichtmaken met paarse. Dan druk je dit puntje een beetje aan. En dan doe je er daar eentje op. En hier gaat er nog eentje recht bovenop. Dit is dan één vleugel.
Die gaan we nu dan in spiegelbeeld maken. Spot de paarse en dan ga je aan de andere kant. Eén puntje doen. Dat wordt ook weer in totaal 6. Platte tegenaan. En met een blauwe, de kleur die je gebruikt, zet je weer vast. Dus het buitenste puntje gebruik je weer niet. Dus die blijft vrij. In totaal weer een rij van 6. Sluit je dan weer af met een paarse. Dan begin je aan deze kant ook weer met een paarse. Weer met één puntje. En dan maak je daar weer een rij van 6 met de andere kleur erop. Het eerste blauw puntje weer een stukje met één puntje. En dan maak je er daar weer 6 bovenop met dezelfde kleur. Die druk je er weer tegenaan. Dat doe je er weer eentje bovenop. En daar doe je er weer eentje recht bovenop. En dan heb je de andere vleugel. Dan gaan we met de onderste vleugels verder.